Goedemorgen. Wij zijn van de commissie Muntendam en wij zijn bezig met een globaal bevolkingsonderzoek. En als u even te woord zou willen staan. Kijk, om tot een verantwoorde populatieprognose te kennen komen, moeten wij weten wanneer u ongeveer dacht dood te gaan. Het steekt dus niet op een maand of twee, drie. Maar als u mij een globale indicatie zou kunnen geven van het verscheiden, dan zou dat zeer ter wille zijn. U bedoelt wanneer ik dood ga? Dat moeten wij namelijk weten, ja. Het environale stervensjaar, om tot die prognose te kunnen komen, dat moeten wij namelijk weten. Ik ben pas 32. U bent 32, nou kijk eens aan. Vindt u zelf niet dat u het dan eigenlijk allemaal wel al zo'n beetje gezien hebt? Dan zet ik u in elk geval nog op deze eeuw. Maar ik zou heel graag het jaar 2000 nog mee willen maken. Ja, kijk, dat willen wij allemaal wel. Ah ja. Natuurlijk, hè? Oh ja. Heeft dit nu te maken met de energiecrisis? Dit heeft te maken met de energiecrisis, met de hamsterwoede, met de watervervuiling en met de dreigende oorlog met Frankrijk. En bovendien, meneer Okers, er wordt het tijd dat wij dat onredelijke verschil tussen heel oud en heel jong eens een beetje gaan nivelleren. Dat wij dat eens een beetje af gaan kalven. Fijn. Redelijk, ik heb in 1998 voor u overigens nog wel een gaatje dat je zegt. Maar is er nou helemaal niks meer aan te doen? Nee, kijk, want als al die Nederlanders zouden willen blijven in leven tot het jaar 2000, dan krijgt men dus dat gaat kosten de regering naarmate per hoofd een x-bedrag. Gaat dat kosten. En dat kan natuurlijk niet, een x-bedrag. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Dus u hebt waarschijnlijk ook een auto? Ja, een Opel Kadett. Daar hebt men het reeds, daar hebt men het reeds. U hebt ook een auto. En u hebt ook benzinebonnen? Benzinebonnen heb ik al, ja, die heb ik al gehaald. Ja. Die heb u ook. Ja, kijk, dat kost ons al zoveel namelijk. Want op elke bon, moet u zo zien, ligt de regering nog eens een keer een ei-percentage. Hè? Dus dan krijgt men dat x-bedrag plus een ei-percentage. Slaat men dit nu lineair om, dan kost één bon de tegenwaarde zijnde van een extra jaar leven. Dus zijn 25 benzinebonnen metronomisch gelijk aan 25 jaar extra leven. Maar ja, dat wordt dan te doen. Nee, maar als ik nou alle benzinebonnen weer inlever? Als u alle benzinebonnen weer inlevert? Zou dat niet kunnen? Ja, het kan natuurlijk wel. Ja, en bij wie moet ik dan zijn? Ja, dan moet u bij de betrokken ambtenaar zijn, hè? En wie is dat? Dat ben ik. Hebt u dan nog één momentje? Hebt u dan nog één momentje tijd? Ja, als u... Ja, heel snel, heel snel. Ja. Kijk u eens, 25 benzinebonnen. Ja, dat is, we hadden u gezegd op... 1998. 1998. Plus 25. Wordt dan 2023. Dan moet zou dat gaan? In het jaar 2023, als u dan op of in dat jaar even doodgaat. Fijn, dank u wel voor de medewerking. U krijgt automatisch van ons nog een aanmaning in het jaar 2022. Ah, fijn. Dat u het niet vergeet. Als u dan even wilt tekenen voor akkoord. Ja, graag. Waar?